We zijn hier aangekomen bij Aquapedia. Interview gaat in Nederland zijn, als je het goed vindt. Hallo? Moet ik even schakelen, maar oké. Hallo. Ik ben Jolina. Ik ben Paul van Essen. En leuk om hier te zijn. Je bent Paul van Essen, van Koek en Sophie. Yes. Zo Paul, hoe vind je het hier vandaag? Ja, ik vind het interessant. Sowieso grote opkomst hier bij Aquo. En super mooie locatie hier in Amsterdam. Dus ik was heel erg benieuwd naar vandaag. Ja. En wat doet en wat doet Koek en Sophie allemaal met Aquo samen al? Op dit moment nog niks, maar was ik juist geïnteresseerd. Koek en Sophie is een sanitatiesysteem voor in India. Het is ontwikkeld door 6 trainees, maar ik ben een trainee bij Jelmer. En we hebben vorig jaar meegedaan aan een sanitatiewedstrijd. Toen hebben we uiteindelijk gewonnen met ons concept, wat we Koek en Sophie hebben genoemd. En Sophie staat voor Sanitation for All People in India. En Koek komt omdat we uiteindelijk biogas willen creëren vanuit de toiletten en dat je daar wel kan koken. En vorig jaar Wereldwaterdag werd bekend dat we een van de prijzen hadden gewonnen. En sindsdien zijn we eigenlijk bezig om van een concept naar uitwerking te komen. En we zijn nu ook van plan om een pilot te gaan starten in het zuiden van India. En misschien dat Aquo ons daarbij kan helpen of wat dan ook. Dus vandaar dat ik hier ben vandaag. Interessant hoor. Ja. En heb je al leuke dingen gehoord vandaag? Waarvan je denkt... Ja, zeker sowieso. Dat filmpje net was heel grappig met z'n allen dansen, zeg maar. Dat je iedereen met elkaar... Ja. Het is gewoon een soort van inspiratie. Iets. En sowieso met social media technieken van hoe moderne manier te communiceren. Dat is En wat denk je vandaag er nog meer uit te gaan halen? Die gewoon interessante mensen te ontmoeten en geïnspireerd raken. En, het is gewoon een mooie dag zo, denk ik. Oh, oké, okay. Nou hartstikke mooi. Veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Het zoer.